Daar voelen we het allemaal voor. Zo. Welkom allemaal, daar doen we het voor, Stekel. Dit is precies de 500ste keer dat we topnames uitzenden. En vandaar dat we iedereen hebben uitgenodigd die het leuk vindt om een keertje bij te zijn. Dat te doen. We doen dat traditiegetrouw ieder seizoen. De laatste uitzending is altijd live met publiek. Stekel, toen we begonnen? 6 jaar geleden of zo, hè? 6 jaar geleden. Ja. Nou, we hebben het eerst voor 4 of 6 keer gedaan. Ja. Dacht je dat je het met me zou uithouden? Nee, dat had ik zeker niet voor. Nee, nou, zie je wel. Ja, alleen dat al is een grote prestatie. Maar goed, daar gaan we het vandaag verder niet over hebben. We gaan het hebben met 3 gasten over waar zij zich zoal druk over maken. We proberen hier bij Topnames enerzijds de trends te volgen, de ontwikkelingen te volgen, tegelijkertijd een vervolgverhaal te maken. Het is de 3e keer, Slaven, dat je bij ons te gast bent. Ja. De eerste keer was je eigenlijk nog maar net begonnen met Wayne Parker Kent. Klopt. Online uitgever. Ja. 5 jaar geleden, volgens mij, hebben we net een beetje zitten uitzoeken. 2012. Ja. 2012. Ja. Maar goed, dus als mensen willen, kunnen ze dat allemaal terugkijken natuurlijk. Maar toch, voor wie nog niet weet wat jij doet, vat het even samen. Wayne Parker Kent is begonnen als een online uitgever. In essentie zijn we dat nog steeds wel ergens. De activiteiten verschuiven wel steeds meer naar techniek, naar data, naar... We maken nog steeds heel veel content. Dat is absoluut nog een kernactiviteit. Maar je ziet eigenlijk dat soort van de verschuiving. Nou, 5 jaar geleden was het eigenlijk alleen maar content. Nu is het veel meer. Maar leg dat eens uit. Want toen waren jullie helemaal verzameling blog, zou je kunnen zeggen. Specialistische sites rondom niches. Ja. Welke rol speelt die techniek nu dan? Waarom is dat belangrijk? Nou, kijk, wat je bijvoorbeeld ziet is dat waar de markt zich heen heeft ontwikkeld, is dat je aan de ene kant, zeg maar, heb je extreem technische partijen, dus in de social media bedrijven en de giants, zeg maar, die zijn eigenlijk volledig gefocust op technologie. Die houden zich ook een beetje weg van, ja, we zijn geen mediabedrijf, we zijn geen publisher, et cetera, et cetera. Dan heb je vervolgens een soort van de old school publishing houses, die van nature heel goed zijn in het maken van hele vette content. En eigenlijk zie je nu dat bedrijven aan het ontstaan zijn, zoals wij, we bestaan al een tijdje, maar die soort van de brug aan het slaan zijn tussen het nieuwe en het oude. Dus hoe maak je nog steeds goede content waar mensen heel graag naar willen kijken, maar hoe zorg je er dan ook voor dat die content via technologie en via slim gebruik van data ook exact bij die mensen terechtkomt. Ja, waar bestaat die brugfunctie dan precies uit? Want gebruik van data, dat is tegenwoordig zo'n, dus noemen het altijd een beetje bullshit bingo. Hè? Dat roept iedereen. Klopt. Maakt het eens concreet? Is het profilen van je bezoekers? Is het zorgen dat elke persoon die bij jullie op de site komt echt custom-made? Nou, het is weten wat iemand, waar iemand in is geïnteresseerd, op welk moment van de dag. Dan dat stuk content maken waar diegene in is geïnteresseerd. En dat, zodra die er is, op dat tijdstip van de dag, dat stuk content uitserveren. Ja. En als je dat zo zegt in een zin, klinkt het allemaal heel logisch. Maar er zitten best wel een aantal technische componenten aan. In hoe je dat dan moet doen. Hoe haal je insights op vanuit een verzameling van leesgedrag. Begint dus wel met goede verhalen. Ja. Per definitie, dat zeg je ook daarin, onderscheiden absoluut. We ons van heel veel... Het is begonnen met goede verhalen. Je onderscheidt je daarin van heel veel technologiebedrijven die eigenlijk alleen maar verhalen van anderen opnieuw verspreiden. Exact, Maar de volgende stap is echt dat je je bezoeker leert kennen en dat je je hele bedrijf daarop... Ja, en het interessante daarvan is, je komt op een gegeven moment in een soort van... in een zelfversterkend model waarbij meer goede verhalen zorgen voor meer... gebruik, meer interactie met je user. Meer interactie met je user zorgt voor meer data, waardoor je eigenlijk nog veel meer informatie hebt om uit te putten voor nog meer goede verhalen. Hoe sterker je dat wiel kan aanzwengelen, hoe moeilijker je in te halen bent voor andere partijen. Maar is uiteindelijk dan jullie, ik bedoel, je zou kunnen zeggen, goede verhalen schrijven zijn meer mensen, meer partijen die dat kunnen. Is jullie grootste kwaliteit nu dat je dat met dat datastuk, het grote onderscheiden? Ja, kijk, ik denk niet dat je dat op één ding moet gooien. Het is nooit binair, weet je wel. Ik denk dat je als je een bedrijf aan het bouwen bent, zeker een mediabedrijf,
Je hebt zowel creative als technology nodig. Je komt daar bijna niet. Je hebt echt wel beide nodig. Ik denk dat als je ons vergelijkt met publishers van weleer. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat wij even goede content maken. Soms denk ik, ja, we zouden eigenlijk wel betere content kunnen maken. Maar wat ons echt wel onderscheidt is dat we vaak veel slimmer zijn in het verspreiden van de content die we maken. En dat zorgt er weer voor dat we steeds meer middelen ook tot onze beschikking krijgen. Steeds meer budgetten tot onze beschikking krijgen om ook te investeren in betere content. Dat is een beetje het spelletje. Dat maakt eigenlijk een mooi bruggetje naar heel recent nieuws. Waarom het ook ontzettend leuk is dat je hier weer bent. Vorige maand maakten jullie bekend dat Mediahuis een belang in jullie heeft genomen. Mediahuis, voor wie het niet scherp heeft, is ook de uitgever van NRC en binnenkort ook van TMG. Inmiddels is het geloof ik allemaal rond. Telegraaf, ja. Is dat ook de logica erachter, dat jullie vanuit jullie kennis de kwaliteitscontent die natuurlijk binnen de titels van het Mediahuis gemaakt worden, ook gaan helpen om dat op een slimmere manier te verspreiden? Nou, het is niet per se dat we aan de content van Mediahuis gaan zitten. Ik bedoel, Mediahuis doet al, volgens mij kan Wart het straks vertellen als hij er zit, maar al 100, het NRC bestaat 125 jaar of zo, ik heb geen idee, maar echt heel lang. Dus ik ga het NRC ook echt niet kunnen en willen vertellen wat zij moeten doen met hun content. Maar waar het wel interessant is, een van de pijlers zeg maar, onder deze samenwerking is dat we inderdaad gezegd hebben van ja, weet je, er gebeurt zoveel interessants aan dat, zeg maar, aan dat stuk van de industrie waar wij van kunnen leren als het gaat om het maken van content, als het gaat om het maken van een journalistiek product. Dat wij heel goed kunnen gebruiken in ons dagelijkse businessmodel. En andersom geldt eigenlijk wel hetzelfde. Dus dat we ook denken van ja, we kunnen ook best wel wat overbrengen als het gaat over hoe zet je dan een slim distributieplan op en hoe maak je branded content en hoe verspreid je branded content. Dus er zijn best wel goede, verschrikkelijk woord, soort van synergieën te vinden. Nee, we pakken graag altijd wat vragen van Twitter. Jochem die vraagt, hoe kijk je aan tegen het nieuws dat Facebook eigen originele content gaat maken, à la Netflix. Zeer recent, hè? Ja, het is een bredere beweging in de markt. Dus ik kijk daar, ik ben daar redelijk ambivalent in. Kijk, wat je ziet is dat televisie is gewoon aan het lijden, lineaire televisie. Kijkcijfers lopen echt keihard achteruit, veel harder dan in voorgaande jaren. En dat lijkt eigenlijk ook niet echt te stoppen. Gek genoeg blijven de budgetten redelijk overeind. Omdat de zenders hun prijzen gewoon een soort van lineair hebben meeverhoogd met de daling aan kijkcijfers. Ja. Dat is natuurlijk best wel gek vanuit een investeringsperspectief. Als je een merk bent en je investeert in je merk, dan moet je dus meer betalen om minder te krijgen. Dat is een model wat niet heel lang meer stand gaat houden. En je ziet eigenlijk dat de traditionele tv-partijen het ook niet echt goed online kunnen oppakken. De Googles en de Facebooks van deze wereld ruiken aan dat geld. Er wordt nog steeds, volgens mij, is de tv-markt net iets kleiner dan qua adspend dan de online advertisingmarkt. Maar het zijn echt gierend grote bedragen. In Nederland gaat het volgens mij om 800 miljoen of zo. Ja. Dat budget gaat verschuiven. Dat gaat verschuiven naar richting online. Dat gaat niet volgend jaar gebeuren, maar dat gaat over een periode van 10 jaar gebeuren. 70% daarvan gaat waarschijnlijk naar de grote reuzen. Daarom stappen ze in dat soort content om af te kunnen snoepen van de tv-zenders. 30% daarvan hopen we naar ons toe te trekken. Ja, want dat is natuurlijk onderdeel van jullie strategie. Ja, ja. Precies. Hey, 2 jaar geleden zei je ook bij ons dat het belangrijkste op jouw agenda was dat je internationaal wilde ontwikkelen. Je zei toen dat een groot gedeelte van de content die jullie maken, mits natuurlijk vertaald in het buitenland, even goed bruikbaar is. Er is de afgelopen 2 jaar niet heel veel. Je ging naar Berlijn? Exact. Hamburg ging ik heen. Dat is niet echt gelukt. En we liepen eigenlijk. We liepen gewoon tegen financieringsproblemen aan.
Wat krijg je namelijk is dat, kijk, wij hebben in Nederland best wel een mooie lopende business. We zijn winstgevend, het gaat goed. Je bent eigenlijk een soort van aan het zeggen, als je een nieuw land toetreedt, ben je eigenlijk aan het zeggen, ik pak dit, zeg maar, dit bedrijfje en ik zet het op rood. En rood is in dit geval Duitsland. Ja. Gaat het fout, dan trek je eigenlijk ook de Nederlandse onderneming mee. We hebben dat in allerlei verschillende constructies en joint ventures proberen te gieten met lokale Duitse publishers. En uiteindelijk kwamen we er tegen dat we veel meer bezig waren met hoe gaan we deze samenwerking van de grond krijgen dan hoe gaan we inhoudelijk deze markt bestormen. Toen hebben we ook de keuze genomen van de Nederlandse business mag hier never nooit onder lijden. We willen dit op een andere manier structureren. Als we dit doen, moeten we het gewoon met voldoende kapitaal doen, zodat we het ook voldoende lang kunnen uitzingen in zo'n markt. En dat is uiteindelijk een van de aanleidingen geweest dat we naar kapitaal zijn gaan zoeken. Ja, en dat is ook hoe je met Mediahuis daar bent uitgekomen. Want je zegt nu ook, hè, met deze kapitaalinjectie gaan we alsnog dat proberen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En het grappige genoeg is, zeker in die Duitse markt, er is echt niet zo heel veel veranderd. In Nederland is het echt best wel snel gegaan en is er heel veel gebeurd. In Duitsland heb je nog steeds gewoon twee grote mediapartijen die de markt best wel on-lock hebben. En er is eigenlijk vrij weinig beweging te zien daar. Dus ik denk nog steeds dat we een hele goede kans maken. Stefan Verkerk vraagt op Twitter, wat was het mooiste moment voor jou van de afgelopen maanden? What makes you tick? Oh, wauw, mooie vraag. Ik heb in de afgelopen maanden, 15 maanden geleden een dochtertje gekregen. Dat was wel echt het mooiste. Ja, dat is het mooiste. Dat is ook belangrijk. Laten we eerlijk zijn. Dat hij daarop doet. Ja. Ik denk, kijk, het is makkelijk om te zeggen, soort van de investering of de soort van de partnership die we daarin hebben gemaakt, daar heeft heel veel werk in gezeten, maar dat voelt een beetje als een startschot. Nu moeten we het gaan doen. Dus dat het moment aan zich, de deal met Mediahuis. Ja, de deal met Mediahuis was mooi, maar niet het mooiste. Dus ik moet heel even graven wat het dan wel was. Kijk, nou, is echt de vraag naar je passie. Weet je, wat maakt dat jij elke ochtend toch weer met plezier aan het werk gaat? Weet je wat het grappig genoeg? Ja, grappig genoeg, we hebben onlangs een HR-manager aangenomen. Oeh. Jezus. Nou, is dat het mooiste moment? What makes him tick? Dit is mega interessant. Ja, want ik krijg deze reactie eigenlijk altijd. Ja, terecht. Met de kader. Ja, weet je wat dat voor mij betekent? Namelijk, we zijn nu met meer dan 100 mensen bij William Park. Echt? En voor mij heeft het eigenlijk betekend een soort van, holy crap, we hebben nu gewoon een echt bedrijf. Ja. Want hier, zeg maar, alles voor dat punt was wel, dat fixen we wel ergens in de wandelgangen of zo. En op een gegeven moment merk je van, kloten, dat gaat gewoon niet echt meer. Het gaat ook niet meer allemaal vanzelf. We hebben heel lang gezocht naar iemand die soort van die match had, et cetera. En toen dat eenmaal rond was, dacht ik, nu zijn we dus gewoon een bedrijf. En hoe gek dat ook klinkt, het maken van dat team, we zijn het afgelopen jaar denk ik met 40 mensen gegroeid. Het maken van dat team het inzicht dat er inmiddels dus 100 mensen bezig zijn met dezelfde kant op rennen. Kwam bij mij samen in die ene hire. Dat is voor mij de soort van, doen we echt mee. Maar heb je ook een ondernemingsraad? Dat nog niet. Dat moet bijna. Nou, het moet bijna, uitkijken. Ja, klopt. Als iemand zegt dat het absoluut, hij dat wil. Absoluut, dat hebben we nog niet gehad. Dus ik nodig bij deze iedereen uit. Nee, maar het interessante is bij ons, zeg maar, is dat je, het is natuurlijk ook echt een hele jonge club met mensen. We zijn er ook trots op dat we dingen anders doen dan anders, weet je wel. Dus misschien komt die ondernemingsraad er, misschien niet. Dat maakt me niet eens zoveel uit. Maar ja, en een ander ding is, jullie begeven je ook op het overnamepad. Jullie hebben One More Thing recent overgenomen. We staan ook twee keer zo lang als wij. Drie keer zo lang. Dat is ook een kick, denk ik, om zoiets erbij te halen. Maar wordt dat echt een onderdeel van jullie strategie? Zeker. Ja? Je bedoelt het overnemen van Bestaande titels?
Ja, absoluut. Eigenlijk wat we willen... En wat voor criteria moet zo'n titel dan aan voldoen? Nou, het moet sowieso echt bekend zijn in de markt, in een bepaalde niche. Ja, als je het hebt. Het is allemaal niche, dat is het kenmerk van wat je doet. One more thing, ja. Niet against Apple, iPhone, dat is... Exact, gewoon een soort van de early adopter Apple niche. Ja. Daar zijn ze echt mega sterk in. Ik bedoel, ze komen daar elke maand 900.000 gebruikers kijken. Ja. Mega loyale community. Ja. Dat is een heel mooi begin voor ons om meer te kunnen doen. Je kunt zo'n platform echt uitbouwen. We hebben natuurlijk op One More Thing zit inmiddels... de redactie is vrij klein geweest toen we het overnamen. Ik denk dat als je het allemaal een beetje bij elkaar optelt... tweeënhalf FTE. Bij ons zit er gewoon op het tech cluster zitten er al 10 mensen te knallen op dat hele stuk. En ik denk dat we... Het brengt bereik met zich mee, maar we brengen ook een soort van de expertise met ons mee. Dus je kunt dat op een hele mooie manier uitbouwen. Dus dat gaan we zeker vaker doen. Even één laatste vraag denk ik steken, want drie keer een kwartier gaan we al net niet meer redden. Redden. Nee. Roos van Vught vraagt, omdat je het had over HR. Benieuwd naar het HR-beleid. Kun je daar iets over zeggen? Zoek je naar speciale mensen? Zoek je naar een bepaalde mix van mensen? Wat is jullie beleid als je die 100 mensen hebt? Hè? Nou, ja, kijk, dat beleid moeten we de komende maanden natuurlijk echt een beetje... Ik wil ook oppassen voor het woord beleid. Maar dat moet de komende maanden... Ja, daar ga je toch aan geloven, precies, denk ik, dat moet de komende maanden vorm krijgen. Maar het mooie aan dat traject was, is dat we echt aan het zoek waren naar... een soort van de HR-operatie... die was wel geregeld, weet je wel. De loonstrookjes die gingen via een systeempje en de salarissen werden overgeboekt en je kon je vakantiedagen ergens inplannen. En weet je, daar zoeken we niet naar. Dat is op zich, dat kan je met allerlei tooltjes kan je dat regelen. Ja. Waar we naar zoeken is, weet je, Wayne Park kent is een bepaalde cultuur en we komen nu in een fase dat we sowieso hard gegroeid zijn en we verwachten nog harder te groeien. We verwachten het ook internationaal te gaan doen. Dus hoe behoud je zeg maar, een soort van dezelfde spirit als je naar 150, 200 mensen misschien over 2 miljoen land. Dat is het moeilijkste wat er is. Ja. Dus dat hele, hoe we dat exact gaan doen, kan ik je nu echt niet vertellen. Cultuurbewaking zouden ze dat bij Ajax noemen. Dat geven ze dan aan Dennis Bergkamp. Goed gegaan. Ja. Ja, dus dat is een super grote uitdaging ook bij ons, weet je wel. Maar dat betekent wel dat je ik vind het wel echt lachen om dat te zien, om dat mee te maken. Dat je dat mooi om dat te bouwen. Ja. Ja. Hey, maar nog één laatste vraag van mij. Je bent hier ongeveer gemiddeld elke 2-3 jaar. Ja, over 2 jaar. Dus over 2 jaar ben je hier weer. Waar sta je dan? Dan hoop ik dat we elkaar ergens opzoeken in een komen wij naar Duitse, New York of zo? Duitse, Franse. We gaan niet de Engels sprekende markt doen. Dat is nog steeds de... Volgens mij was dat zij toen ook. Ja. Zij toen ook. Dus dat plan is nog steeds hetzelfde. Dus ergens een Duitse, Franse, misschien hopelijk Chinese of zo stad. Komen we elkaar dan tegen. Ja, okay, maar jullie gaan gewoon doorrammen. We gaan gewoon doorrammen. Ja. Ik stel even voor de orde. Zullen we gewoon niet steeds eind en afkondiging noemen? Gewoon even de volgende gast aan tafel vragen? Ik vind het uitstekend. Ja hoor, dat scheelt weer. Het scheelt weer en anders gaat iedereen denk ik een biertje drinken. Moeten we iedereen weer naar binnen roepen? Dat moeten we gewoon niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Dus als jij gewoon eventjes loskoppelt. Vragen we Bart of hij even wil aanschuiven. Dan mogen jullie wel trouwens applaudisseren. Dat was heel leuk. Ik was met Xavier van Leeuwen, dat is de directeur lezersmarkt van NRC Media. Waren we aan het nadenken over een nieuw journalistiek product. En we wilden alle vrijheid nemen. Dus het begon eigenlijk als een vernieuwing van NRC Next. Maar ja, dat was al een krant en een vast publiek. We zeiden, dan gaan we gewoon een nieuwe titel verzinnen. Gericht op een hele jonge markt, de millennials, waren dat toen 3-4 jaar geleden. Ja. En toen gingen we natuurlijk kijken, wat is er allemaal? Toen vonden we dat mysterieuze Wayne Parker Kent, een soort Amerikaans advocatenkantoor. Ik hou heel erg van strips en die Amerikaanse strips zitten niet zo heel erg goed in mijn... Maar op een gegeven moment drong het door, dit zijn gewoon
de voornamen of de achternamen van de drie grote superhelden. Ja. En dat vond ik heel sympathiek. En wij zeiden tegen elkaar, Xavier en ik, van we gaan niet naar ze toe, want wij gaan ook iets, want we wilden natuurlijk heel graag weten hoe ze dat deden. Zo ja. snel groeien en zoveel succes. En toen gingen we toch niet naar ze toe, want we dachten, wij gaan zelf iets verzinnen. En dat was heel erg gebaseerd op elementen van Wim Parkin, maar ook van Upworthy.com, wat een heel leuk ding. En Fox.com, ja. met een V, hè, de V van Victor. Ja. Allemaal hele leuke internationale initiatieven. En toen pas zijn we uiteindelijk een keer met slaven gaan praten. En zo ontstond die hele, uiteindelijk die hele samenwerking. Ja. Participatie van Mediahuis. Dat is heel leuk om te zien. Ja. Ik heb daar dus inderdaad ook nog een maandje of twee rondgelopen. Okay. In het kantoor naast Eberhard van der Laan. Voordat we de introductie doen, ja. ik weet niet of iemand van Johan of iemand anders nog tijd heeft. Ik krijg meldingen dat er op de website de stream niet helemaal goed loopt. Gelukkig zijn we wel nog op Salto en Facebook en YouTube, dus er is helemaal niks aan de hand. Maar mocht iemand even kunnen kijken, dan is dat handig. En dan moeten we misschien even je toch even introduceren. Je hebt al verteld hoe je verhoudt tot Wayne Parker kent. Maar misschien is het goed om even te vertellen wat je op dit moment doet, wie je bent en waar je vandaan komt. Ja, nou, ik ben Bart Wijdels. Ik ben hoofddirecteur van Vrij Nederland. Ik heb 15 jaar bij NRC gewerkt, NRC Media, bij Next. En toen ik hier de laatste keer was, toen had jij je been gebroken volgens mij. En jij hebt me uitgehoord over NRC Reader, wat een applicatie was die toen ontwikkeld werd door Jelle Prins. Ja. Inmiddels hoofddesign bij Uber, geloof ik. Ja. Gaat goed met Jelle. Ja. En Thijs Nix, die heeft ze ook bij geholpen. Leuke, die zitten daar nu samen. En ik ben dus sinds 1 januari bij Vrij Nederland, bij WPG. Klassiek, oldschool mediabedrijf. Ja. Hey, en waarom ben je naar een klassiek oldschool mediabedrijf gegaan? Daar zat ik al, hè? Ja, nou ja, maar je maakt zelf het verschil. Ja. Nou, binnen dat bedrijf was jij de vernieuwing, zeg maar. Hè? Ja, en nou, ben je daarom ook gevraagd? Is dat de reden waarom Vrij Nederland jou graag wilde? Van deze titel moet de toekomst in? Ja, er waren en zijn gelukkig bij NRC Media heel veel vernieuwers en innovatie. Mensen die kijken naar hoe moet het verder met kwaliteitsjournalistiek, ook online, digitaal. Ik was er ook een van en op een gegeven moment werd ik inderdaad benaderd door Vrij Nederland van goh, we zijn op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. Dus ik zei, oh, nou dan weet ik er nog wel een paar. Nee, misschien. Dat is heel raar, want ik ben opgegroeid met Vrij Nederland en ik had een heel ander soort beeld van Vrij Nederland dan dat daar Bart Wijndels dat even dan de toekomst zou in zou gaan helpen. Ja. Heel raar. Nee, Rinus Ferdinandus doet dat. Ja, dus ja. Dat was een heel... onwerkelijke ervaring. Maar het was een heel leuk gesprek wat met die redactie volgde. En ik zei ook tegen ze van, ja jongens, die man met die regenjas en die pijp, die dan Derrida gaat zitten lezen in zijn gelambriseerde kantoor, dat ben ik niet. En ook niet degene die dan het morele anker wordt of op die manier zo'n titel gaat dragen. Maar dus je staat een beetje op een kruispunt, want dat is misschien wel niet degene die je nodig hebt. Je hebt misschien wel iemand nodig die zegt, hoe gaan we nou de kwaliteitsjournalistiek van Vrij Nederland online aan een nieuw publiek op zo'n manier tonen dat we daar ook geld mee gaan verdienen. En dat we op die manier kunnen blijven bestaan. Want het ging niet goed met Vrij Nederland. Nee, dat is natuurlijk nogal een uitdaging die je bent aangegaan. Een ongelofelijke uitdaging. Hoe Vrij Nederland, onze generatie kent Vrij Nederland natuurlijk een icoon van de... laat ik maar zeggen, de oude kwaliteitsjournalistiek met Rob Rochte, prachtige... De pont van kwart over zeven. De pont van kwart over zeven. De Republiek der Letteren. Het gaat al jaren heel slecht. Het aantal abonnees gaat in een duikvlucht naar beneden. Ja, vlak voordat jij kwam van weekblad naar maandblad. Ja. En dan stap jij erin. Ja. Ja, dat was ook jammer, vond ik. Dat ik eigenlijk die hele transitie naar het maandblad... Die had ik gemist toen ze kwamen. Toen was dat eigenlijk al af. Ja. Dat is door Ruud Hollander gedaan. En Ruud Hollander heeft dat prima gedaan, maar ik had het willen doen. Ik had zomaar zeggen een half jaar eerder willen beginnen. En die verandering willen begeleiden. Want dan was het veel meer geweest het uitgangspunt wat ik voor ogen had. En Ruud was een echte blademaker. En ik ben toch meer gericht op die digitale, ontwikkeling. En dan ben je nog steeds wel een titel. Vrij Nederland is dan een titel, maar het is niet per se een blad. Het is een afzender van dingen die je tegenkomt in je timeline of
nou ja, waar dan ook, net als jullie, distributed content. Je moet overal ja. zitten. Ja. En daar was ik dan, zou ik zeggen, mee begonnen met dat verhaal. En of je dan een wekelijkse of een maandelijkse frequentie hebt in print, dat is eigenlijk een heel andere kwestie. Ja, we hadden net Wayne Parker Kent, Slaven aan tafel. Ja. Die weet je, online uitgeverij, die zijn helemaal gefocust op online. Dan zie je dat ze zich richten op de niche. Ja. Ja. Dat is Vrij Nederland natuurlijk niet echt. Wat is jouw strategie om Vrij Nederland zeg maar klaar te maken voor dat digitale tijdperk? Als merk dan, hè? Want het is niet per definitie weer een blad. Door er een helderder verhaal van te maken. Vrij Nederland is een aquarel geworden. Een aquarel die relevantie en urgentie ontbeert. En wat je online moet hebben is een heldere afzender. Je moet weten waar de titel voor staat. Ja. En het moet urgentie en relevantie bevatten. Dus eigenlijk is het niet zo heel ingewikkeld. Je moet gaan kijken naar je gebruiker. Van wanneer, waar heeft iemand behoefte aan? Wat wil iemand lezen? Welke onderwerpen spelen er? Waar kun je een debat over entameren dat zeg maar zeggen, aanslaat? Dus je moet heel erg gaan luisteren van waar zitten de onderwerpen? Nou, het interessante is, niet... dat is het grote verschil. Hè? Want Vrij Nederland komt uit de jaren 70. Het VPRO was het grootste in de 1940. Ja, maar dat was de piektijd was... Althans, laat ik zo zeggen, in mijn leven was het toen. Laten we daar even niet op een discussie over gaan. Maar toen was het juist andersom. De redacteuren waren, waren ongetwijfeld een onderdeel van hun generatie. Ja. En bepaalden eigenlijk mede de thema's die speelden. En nu zeg je eigenlijk, en dat is logisch misschien voor deze tijd. Maar nu moeten ze eigenlijk veel meer luisteren naar wat ik denk dat die redacteuren dat toen ook wel deden. Ik vraag me trouwens af, als jij nu de stukken uit de jaren 70 leest. Of je dan niet met terugwerkende kracht concludeert dat het toch vooral ook een imago. Ding was dat je je identiteit voor een deel vormde door met Vrij Nederland onder de arm door de stad te lopen. Want de stukken waren soms wel heel lang hoor. En mensen gingen wel heel lang door. Ja, ik had een abonnement. Dus, Ik denk dat onze stukken nu veel beter zijn dan toen. Ik denk alleen dat we minder goed slagen dan toen in het duidelijk maken waarom we bestaan. En daar zit dus een grote uitdaging. Ja. Maar het is ook wel zo dat zeg maar, die... Waar we echt iets hebben laten liggen in de afgelopen 10 jaar, is die online positionering. Om te zorgen dat brengt bij mij gelijk de vraag, hoe ga je dat dan nu fixen? Hè? Want er zijn natuurlijk anderen in dat gat gedoken. Als ik probeer na te denken, ik denk dat ik de typische Vrij Nederland lezer ben/was. Wat? Want ik had een abonnement vroeger. Hoe consumeer je ons nu? Ik kijk af en toe op de website. Mm-hmm. Ik heb geen abonnement meer. Maar ik zie bijvoorbeeld dat de correspondent... enorm op jullie terrein zijn gaan zitten. Ja, ze doen wel iets heel anders hè, dan wat wij ambiëren. Ik denk dat, Leg dat eens uit. Wat ambiëren jullie dan? Ja, kijk, op dit moment, ik denk dat de tijd heel erg rijp is voor Vrij Nederland. Dat heeft te maken met wat er in Amerika gebeurt, wat er half in Frankrijk en een beetje in Duitsland aan het gebeuren is, wat er in Nederland ook aan de hand is. Ik denk dat er heel veel, bijvoorbeeld in de democratieën, in de politiek, heel veel dingen aan het gebeuren zijn die roepen om contemplatie, om een actieve bijdrage aan de debatten daarover, vanuit de culturele hoek. Dus ik denk dat denkers, kunstenaars moeten zich gaan bemoeien met het politieke debat, het maatschappelijke debat en ook met de technologische ontwikkeling. Ik denk dat er heel veel door economie gedreven, door winstoogmerken gedreven wordt. Ik denk dat CEO's en techneuten de voortgang voortstuwen. Kijk naar Uber, naar Tesla, naar dat soort bedrijven. En ik denk dat wij als Vrij Nederland, als denkende culturele voorhoede een actieve rol moet gaan spelen. Het debat terugveroveren en weer de culturele inbreng daarin moet gaan doen. Dat is denk ik een hele heldere opdracht voor Vrij Nederland, waardoor jij het ook weer relevant gaat vinden. En uiteraard zorg ik er dan voor dat het op alle mogelijke dragers beschikbaar is. Want dat is je uitgangspunt. Vrij Nederland is daar waar ik ben. Ja. Maar aansluitend, Jan-Willem Sanders vraagt op Twitter, hoe lang verschijnt Vrij Nederland nog op papier? Altijd. Ja, want dat blijft een hele belangrijke drager. Ik denk wel dat de frequentie heel erg afhankelijk moet zijn van de behoefte. Ik denk dat we nu een frequentie hebben die een beetje ingegeven is door een soort... Kijk, een maandblad verschijnt over het algemeen 10 keer per jaar. Hè? Dat weten jullie misschien. Ja. Namelijk in de zomer is er een dubbelnummer en in de winter. Vrij Nederland verschijnt nu 16 keer per jaar.
Dat is eigenlijk een beetje tussen twee wekelijks en maandblad in. Daar moet je wat scherper in durven zijn, denk ik. Als je echt een glossy maakt, dan moet je er 10 goede van maken per jaar. Dus dat zou een mogelijk vervolg kunnen zijn. Of je zegt, we gaan gewoon naar een iets hogere frequentie, maar dan maken we het product niet zo gelikt als het nu is. Of misschien dat we maar eens in het kwartaal iets heel moois maken voor de abonnee. Iets waar je echt, dat je maanden op je koffietafel laat liggen. Dus je moet iets met die print, omdat die print is een cadeau. En dat is prachtig dat wij 15, 17, 18.000 mensen hebben die maandelijks op die manier met ons in contact komen. Dus je moet daar echt mee doorgaan. Het wordt ook heel erg gewaardeerd. En het is ook bijvoorbeeld een manier om je te onderscheiden van een product als De Correspondent, wat weliswaar boeken uitgeeft, maar niet op die manier een frequentie. Het mooie was toen ik in jullie site ging kijken. Aan de ene kant voelt het een beetje als iets van vroeger. Tegelijkertijd hou je natuurlijk in de gaten wat mensen belangrijk vinden. Bij jullie zijn puzzels heel belangrijk, nog steeds, zag ik. In het juni, wat is dat nu? Het juli-nummer zit een puzzelboekje, ja. Ja, maar ook bij jullie site staat echt prominent linksbovenin puzzels. Ja, maar dat is ook omdat je na 25 jaar samenwerken met Jelmer Steenhuis niet ineens kan zeggen van... dus het is niet zo. Ik dacht, misschien is deze groep heel veel aan het puzzelen. Dat kan toch? Ik heb toen ik begon gezegd van, we kunnen twee dingen doen. We kunnen een product maken voor babyboomers. Of we kunnen een product maken voor 30 tot 50 dat geweldig gevonden wordt door babyboomers. Ik wil dat laatste doen. Dus mijn focus zit niet op die puzzel. Mijn focus zit op dingen maken die 30ers, 40ers, 50ers nu relevant vinden. En dat kan allerlei nieuwe journalistieke vormen zijn, maar niet per se het cryptogram. Is het een blad voor de elite? Vraagt Jochem Kolen ook. Die zegt, gisteren hoorde ik iemand zeggen dat fact-checking ter voorkoming van fake news echt iets voor de elite is. Is dat zo en is Vrij Nederland elitair? Meer dan 50% van de Nederlanders is hoger opgeleid. Ik geloof niet dat wij een product maken dat voor maar een heel klein segment van die hoger opgeleide is. Ik denk dat alle Nederlanders die geïnteresseerd zijn in wat er in de wereld gebeurt, daarvoor hoef je niet een hoge opleiding te hebben, maar moet je gewoon interesse hebben en een beetje slim zijn. Een vorm van engagement hebben met die wereld. De vraagstukken die er leven, ja, op zoek zijn naar antwoorden daarop. Hoe moeten we verder met de democratie? Hoe gaan we die vormgeven? Hoe kijken we naar de toekomst van werk? Het klimaatvraagstuk. Het zijn allemaal ontzettend interessante vraagstukken. Maar je moet ook wel goed nadenken van what's in it for me? Dat als gebruiker, dus dat je het ook betrekt op het individu. Dat werkt. Dat is natuurlijk ook een beetje wat we ontdekt hebben door 10 jaar op internet te publiceren. Dat is gewoon cruciaal. Dan gaan mensen nog net iets verder. Maar ook die grote problemen. Ja. We hebben een filmpje van Roxane van Ypres online gezet. Ik ben nu begonnen met een soort gesproken columns. En dat gaat dan over hoe de grote fossiele brandstofproducenten eigenlijk de vooruitgang een beetje tegenhouden in die energietransitie. Ja, dat is dan gewoon echt ruim een miljoen keer bekeken. Dan denk ik van ja, hier heb ik dus de kwaliteit van Vrij Nederland, gekoppeld met de inzichten die ik in mijn vorige klus voor NRC Media met Mindshakes heb gekregen van over hoe je video op zo'n manier op sociale netwerken kunt verspreiden dat mensen erdoor geraakt worden en dat ze blijven kijken. Die twee inzichten combineren, dan kun je dus inderdaad die 30er of zelfs die 20er met kwaliteitsjournalistiek bereiken. Maar met voor een papieren tijdschrift zijn alle mensen ook nog heel erg gewend dat daar je abonnement bij hoort. Hè, en dat je daarvoor betaalt en het bedrag wat je daarvoor betaalt. Hoe zit dat bij jullie? Zoals je zegt, het papieren gedeelte zal altijd blijven bestaan. Ja. Maar je probeert online groter en sterker te worden. Ja, ik wil het abonnement verkopen op de site. Ja. En vervolgens krijgen ze er een printproduct bij. Het is de upsell vanaf het digitale abonnementen. Het was mijn belangrijkste vraag toen ik begon. Ik zag N+1 dat de correspondent erin slaagde om een businessmodel met kwaliteitsjournalistiek online te doen. Interessant, maar wel een heel atypisch verhaal. Ik weet nog dat die avond dat ik bij jullie was, was Rob Wijnberg en ik zat op de achtergrond wel Rob met jou aan het praten. Precies zagen wanneer ze die grens haalde. Precies, terwijl hij met jou zat op de 15.000. Hij had wel een beetje te maken met
lichte exposure bij DWDD. Dat is niet, makkelijk herhaalbaar. Dat is niet heel makkelijk. Nee. Het is niet zo van dat gaat ons ook lukken, ja. Want nee. Wij gaan ook een half uur bij DWDD zitten. Ja. Dus dat vond ik niet een... Maar mijn grote vraag is, van, zijn mensen bereid om voor kwaliteitsjournalistiek te betalen als ze zeggen eigenlijk heel veel ook gratis kunnen krijgen? En het antwoord erop is ja. En dat heeft te maken met het diepe inzicht dat eigenlijk gewoon bestaat bij de gemiddelde Nederlander. Dat journalistiek geld kost. Dat onafhankelijke journalistiek nog meer geld kost. En dat je, als je dus een heldere belofte doet aan je potentiële abonnee. Of bij de correspondent heet het dan je potentiële lid. Dat je dan op sympathie kunt rekenen. En, kan je nu dat ook zo doen? Want ik vind het een hele slimme strategie. Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ik ben op dit moment geen lid van de correspondent, maar ik volg wel een aantal nieuwsbrieven. Ja. Dus ik krijg van Mark Chavan en van anderen. Ja. Weet je? En op een gegeven moment krijg je dan toch een ongelooflijk slim mailtje vanuit de correspondent. Van nou ja, weet je, het is allemaal van harte gegund. Dit is ook ons uitgangspunt. Ja. Maar je profiteert nu alweer een jaar van alles wat we gratis verspreiden. Zou je toch niet een keer willen overwegen om lid te worden? De toon was goed, de timing was goed. Dat is allemaal heel belangrijk. Wat je ook wil gaan proberen? Waar Vrij Nederland met andere woorden, geen paywall bij jullie? Of een, die zit er nu niet. Nee. Een diffuse paywall? Nou ja, ik vind dat mensen kennis moeten maken met je product. Je moet niet een hek neerzetten en zeggen van wij zijn fantastisch. En dokken als je het wil weten. Ja. Zo werkt het niet. Dus je moet kennis kunnen maken met het product. Alleen de manier waarop, dat is een vak. Ja. Lezersmarketing en retentie uiteindelijk. Ik ben ook in Parijs geweest bij Mediapaar, waar eigenlijk ze daar begonnen zijn. Hè, de oud-hoofddirecteur van Le Monde met een online titel. En hoe kun je nou, zullen we zeggen, mensen op die manier... ze waren heel trots op hun retentiecijfers. Dus hoeveel procent van de mensen na een jaar weer opnieuw een abonnement nemen. Ja. Die lagen toen op 70%. Moet je nagaan hoeveel werk het is voor veel mediatitels, want meestal is het lager. Ja. Meestal stapt gewoon de helft op elk jaar. Dus dan moet je de helft er weer bij zien te markten. Dus dat is een heel ingewikkeld proces. En als je dat goed beheerst, laat ik het anders zeggen, als wij bij Vrij Nederland 50% daling kunnen hebben in de uitstroom, dan... Nou, dat is mega. Ja, dan hoeven we in ieder geval ons nergens meer zorgen over te maken voorlopig, qua business case. Dus dat zijn wel hele cruciale elementen. En dat je dat product ook op die manier bekijkt. En dat ik dus als hoofdredacteur eigenlijk ook heel erg die uitgeefverantwoordelijkheid voel. En die ja, want dat vond ik ook nog een interessante. Want die scheiding is ook een beetje, als ik jou zo hoor, bestaat hier niet meer. Hè? Want, nee, maar het eerste wat ik deed dat was dat is ook wel van deze tijd. Maar vroeger was een hoofdredacteur die zorgde dat de stukken goed waren. Ja, er stond een dikke muur tussen en daar zat ook een gedachte achter. Ja. Dat is ook geen gekke gedachte. Hele concrete ideeën over distributie, over het businessmodel, over al die dingen. Ja. En ik denk dat dat ook echt hoort bij de rol van een moderne hoofdredacteur. Omdat ik niet geloof dat je die dingen zo moet scheiden. Omdat jij als gebruiker die dingen ook niet scheidt. Als jij op de frequently asked questions komt, dan wil je niet dat daar ineens een DT-fout staat, omdat de eindredacteur van Vrij Nederland niet de moeite heeft genomen om de frequently asked questions te bekijken. Dus dat is onze verantwoordelijkheid als redacteur. Wij zijn dat hele product. Dus ik schrijf brieven aan alle, zo moet zeggen, dat is een AB-test. Dat vinden we heel leuk. AB-testen, dat geeft inzicht. De helft van de proefabonnees van Vrij Nederland krijgt na 2 nummers van de 3 een brief van mij van hoe bevalt het, dit en dat. En daarna moeten ze gaan besluiten of ze blijven. En ik zit dus te kijken van, wat werkt nou? Zijn mensen dan blijer als ze persoonlijk door de hoofdredacteur benaderd worden? Ik krijg brieven terug en daar antwoord ik weer op. Ik vind dat heel leuk en voor mij brengt het heel veel inzichten. Maar het is ook een manier van klantenbinding. Het is ook een manier van ontdekken of dat gewaardeerd wordt. En zo doen we heel veel verschillende dingetjes om te kijken of we die band met de lezer en de abonnee stevig kunnen houden. Zodat ze niet massaal weglopen omdat wij daar geen moeite voor hebben gedaan. Dat is heel stom en zonde. Steek, we moeten een klein beetje gaan afronden. Heb je nog een vraag? Ja, eentje van Twitter nog, van Jan-Willem Sanders. Hij zegt er met nadruk bij, puur neutrale vraag. Hoe kijk je aan... Dan moet je altijd uitkijken. Ja, nu staan alle alarmbellen gaan nu rinkelen. Hoe kijk je aan tegen Follow the Money? Daar heb ik heel veel waardering voor. Waarom? Omdat zij erin slagen om onafhankelijke journalistiek te bedrijven met alleen maar een online aanwezigheid.
Ze hebben een prachtige, met Keizer, een prachtige scoop gehad eigenlijk. Een heel mooi, echt een klassiek journalistiek succesverhaal. Ja. Nu is Erik natuurlijk ook de bedenker van Follow the Money. Heeft ook echt zijn sporen al verdiend in het verleden, in de klassieke quote, dat soort media. De klassieke journalistiek. Maar hij slaagt er dus in om het op een of andere manier rond te breien. Ik ben hem wel verdacht vaak tegengekomen bij subsidieclubjes waar ik dan voor mijn zin. Daar waren we een beetje elkaar aan het concurreren om de subsidiecenten. Maar hij doet het nu volgens mij helemaal zonder subsidie. En met een flinke boost van proefabonnees door die scoop van die VVD-scoop. Ja, hartstikke goed. En waarom werkt het nou? Omdat hij een heel duidelijke niche bedient. Ja. Het is zo helder. Absoluut. Ja. En wij doen weer iets anders, want wij gaan dan vanuit die culturele, vanuit het culturele perspectief. Hij doet het vanuit het financiële, follow the money, wij vanuit het culturele. Ja. Ja. Super, hey, ontzettend bedankt. Jij koppelt jezelf zo eventjes los en dan vragen we Jan Riemens of die aanschuift. En we vragen jullie natuurlijk nog eventjes een applaus voor... Hartstikke bedankt. Dankjewel. Welkom. Je weet hoe je dat doet allemaal. Weet je dat het is cool. Voor jou gast, ja. Jan, je bent de derde keer te gast bij ons. We hebben... Kan je weer oude filmpjes laten zien van de vorige keer? Nee hoor. Maar we maken wel vervolgverhalen, dus we vinden het leuk om te volgen wat... wat jij doet, wat je gedaan hebt en wie je hebt meegebracht. Misschien moeten we daar eigenlijk maar gewoon beginnen. Want even daarover. Vorige keer spraken we met je over Zoomin, TV. Eerste keer over hoe goed het met jullie ging. De tweede keer over dat je het succesvol verkocht had. Nog beter ging. Fantastisch ging het. En een minderheidsaandeel nog over had. En daar ben je nu ongetwijfeld nog steeds mee bezig, maar met meer. En daar gaan we vandaag in eerste instantie even over praten. Dus ik wil eigenlijk gewoon aan die kant van de tafel beginnen. Wie heb je meegebracht en waarom? Nou, vraag het maar. Wie ben je? Ik ben Vince Irie en ik ben professioneel drone racepiloot. Wow. En wat heeft dat met Jan Riemens te maken, wil ik dan onmiddellijk weten. Nou, Zoomin houdt zich veel bezig met drones en de ontwikkeling ervan. Vandaar ben ik hier, om het een beetje te laten zien wat drone race eigenlijk is, wat inhoudt. Ja, dan vind ik het toch leuk, Jan. Vind ik het toch leuk als jij daar eerst even wat over vertelt. Wat jij met drone racing doet, komen we daarna even terug op je videobusiness. En dan gaan we even kijken hoe het werkt in de praktijk. Maar vertel eerst even, wat doe jij daarmee? Met drone racing? Ja. Nou, ja, eigenlijk een beetje terug koppelend op de vorige twee gesprekken. Wat is er eigenlijk in de wereld aan de hand? 3 jaar geleden zei ik in Hilversum een keertje in het Hol van de Leeuw van nou, met televisie gaat het zo langzamerhand wel een beetje lastiger. Dat weten we nu allemaal. Maar als je het helemaal doortrekt en ziet wat er gebeurd is met, ook met ons op YouTube en met Facebook en alles wat er komt, is de conclusie eigenlijk, hele grote conclusie is dat advertenties eigenlijk gaan verdwijnen. Dus het is straks bijna niet meer mogelijk om nog te adverteren. Dat betekent dat iedere business die enigszins gestoeld is op adverteren, en dat zijn de meeste, hebben een probleem. Dus de disruptie die daar vandaan komt, hoe komt dat eigenlijk? Plat gezegd, kort door de bocht, dat jongeren geen advertenties meer accepteren. Wij focussen heel erg op de generatie Z, ook wel de Gen Z's genoemd. Eigenlijk de opvolger van de millennials. De millennials zitten nu gezapen op de bank. Okay. En zijn al millennial vader en moeder. Maar de leeftijd 5 tot 24 op dit moment, generatie Z, zitten... contrair aan elkaar, een compleet andere doelgroep, compleet andere mensen. Heel ongrijpbaar, zegt iedereen. Heel ongrijpbaar, dat komt omdat ze eigenlijk geboren zijn met online zeg maar, aan hun oor. Ze hebben 2001 meegemaakt, dus meer een angstomgeving. Hè. De Clinton-generatie, de millennials hebben dat bijna niet gehad. Altijd vrede, maar ook altijd veel geld. En we hebben in 2008 hebben we de crisis gehad. Het zijn 3 elementen die heel erg doorspelen in de opvoeding van de generatie Z. Dat betekent ook dat ze veel bewuster en veel ambitieuzer leven. Vandaar dat je ook successen krijgt bij bedrijven die aan delen doen. Hebben, of delen is het nieuwe hebben. Uber, Airbnb, dat soort bedrijven zijn niet alleen succesvol omdat het goede concepten zijn, maar ook omdat die doelgroep dat allemaal omarmt.
Verbeter de wereld. Ook echt een Gen Z kenmerk. Nou, maar wat ze absoluut niet willen, is platte verhalen van adverteerders. Want voor de ene adverteerder en de andere adverteerder. Je moet een verhaal vertellen om nog geloofd te worden. Waarheid is belangrijk. Ik vind het een lange inleiding om bij een drone uit te komen. Ja, maar anders praat jullie al met tijd voor. Je bent bang dat hij aanpraat. Dat is mijn zin gegeven. Ja. Dus de platte verhaal is van Unilever wordt het niet meer, geloofd. Dus dat betekent dat je op een hele andere manier, als je nog wat wil verkopen, op een hele andere manier moet gaan presenteren. Nou, kort gezegd, wij leven nogal van de advertenties, maar we leven ook van verhalen. We maken heel veel video's, als jullie weten. Nog steeds 400 per dag in 22 talen wereldwijd. China gaat als een dollar, weet je nog? Twee jaar geleden zei je pas op China. Ja, je zei het. Is binnen 12 maanden ons grootste land, by far. En misschien wel de helft van de omzet. Echt waar? Ja. Gaat geweldig. Mooi. Bottom line, als we die generatie willen blijven bereiken en willen wij onze adverteerders kunnen blijven bedienen, dan zullen we op een andere manier die generatie moeten gaan bereiken. En eigenlijk zijn er nog maar drie manieren om ze te bereiken. En iedereen die Gen Z's kinderen heeft, die weet dat ongeveer wel. Die zijn er natuurlijk weer veel te oud voor. Maar dat is eigenlijk outdoor, nog alles wat op straat gebeurt. Live events, vooral sport en muziek. De mobiele telefoon. Dus met name video is het meest gebruikte. 76-80% van het dataverkeer is video. Die drie samen, daarmee bereiken we nog Gen Z's. Nou, live events en mobile video zijn we goed in. Outdoor, dat hebben we nog niet, maar daar moeten we misschien een JCDCO over overnemen. En wat voor live events kan je allemaal bedenken? Nou, we managen heel veel talenten, duizenden wereldwijd. Dat zijn de YouTube-talenten. De YouTube-talenten, maar de talenten die onze VJ's in de wereld allemaal vinden. Die 3500 reporters die we hebben rondlopen. Ja. Colombia gedaan van de week, bijvoorbeeld. Niet de persconferentie, maar het hotel in het Derkbold. In het Spaans. Ja. Daar zijn we heel sterk in. Dus die video's vinden allemaal talenten. Die talenten, daar maken we sterren van. Als je het in je hebt, dan gaan we bouwen. Dan gaan we hier wat van je maken. Dronepiloten zijn talenten. Ja, dus dan gaan we een mooie brug. Ja. Als hij daar... daar zijn er inmiddels heel veel van wereldwijd. Die amateuristisch drone racen. Het mag ook bijna nergens, zeker in Nederland niet. Nee, je mag in Amsterdam ook al nergens meer vliegen. Ik ben een drone-fanaat ook, hè, dus daarom vind ik het ook leuk. Maar jij bent amateur. Ik ben volledig volledig amateur. Nee, ik laat je nooit uitpraten. Dan moeten ze dus helpen. Klopt. Ja. Ja. Dus als we ze faciliteren om te kunnen drone racen, echt te kunnen racen, dingen die gaan 150 km naar harde per uur. Dus dachten we van, nou weet je wat, dan het is niet helemaal zo gegaan. Want we zijn al een jaar geleden een bedrijf tegengekomen, Formula FPV, in de jaarbeurs. En toen we dat zagen, dachten we van, hé, daar kunnen we wat mee. Daarmee kunnen we jongeren activeren. Dat is een live event. Het is fantastisch. Ja, dat was wat Formula FPV deed. Die organiseerde drone events. Die was toen in de jaarbeurs. Mensen gingen racen in rondjes. Ja, neem ik wel even voorkomen dat het een college van Jan Riemers wordt. Want interactiviteit is zo leuk van dit soort programma's. Dat we met elkaar in gesprek zijn. Okay. Dus, ik had geen instructies niet gelegen toen ik binnen was. Nee, maar jij dacht, jij was daar. Te zien, dan probeer ik het zo snel te doen, dan kunnen we naar kijken. Ja, maar je was daar op bezoek en jij dacht, dit is wat. Ja, dus wij dachten, dit is fantastisch. Dus zijn we met de jongens gaan praten. Ja. En hebben gezegd van, nou, willen jullie niet samenwerken? Dan gaan we er iets groots van maken. Ja. Wereldwijd. Dus de idee is om wereldkampioenschappen drone racen te gaan organiseren. Hetzelfde eigenlijk met de Formule 1. Ja, dus vorige maand is dat ook gelukt in de arena? We betrachten het klein aan, beginnen met de arena. Zo aardig om mee te willen werken. Dus we hebben daar voor de eerste keer twee keer eigenlijk een sponsoravond gehouden. We hebben een echt drone race circuit neergezet op het gras van de arena. En zijn daar gaan drone racen met 8 piloten om te laten zien wat een fantastische sport dit gaat worden. United gevraagd om het in beeld te brengen, dus we hebben ook nog gewoon een kwalitatieve televisieuitzending ervan gemaakt. En die gaan nu de hele wereld rondom alle broadcasters te laten zien van kijk eens hoe we hier een nieuwe sport aan het... Wat is je toekomstvisie hiermee? Want dit wordt natuurlijk pas echt wat als je overal van dit soort competities krijgt waar mensen ook onder vergelijkbare omstandigheden het met elkaar kunnen opnemen. Hè? Nou, er zijn twee dingen. Vanaf december willen we 7 wedstrijden in de wereld gaan houden. Op elk continent 1 en dan de 7 in een continent naar keuze. Ja. Maar wat we ook willen eigenlijk is dat
en vooral jonge mensen, tieners, drone racen kunnen in een veilige omgeving. Dus een soort van kartbanen, drone grounds, ja, willen we neerzetten. In zoveel mogelijk steden. Daar gaat dan één circuit in. Het circuit is overal hetzelfde, zodat je wereldwijd tegen elkaar kan racen. Gewoon bijhouden op een app. Steeds jezelf verbeteren. Het is ook leuk voor de bouwers, want je hebt piloten en je hebt bouwers. Zo vind je wel het een en ander over vertellen. Maar die bouwers vind ik nog gaver, want ik ben natuurlijk technisch ingenieur. Dan de race. Deze is trouwens ongelooflijk moeilijk om zo'n ding rond een paal te krijgen. Ja, want misschien moeten we even naar... Ja, naar maar dan komen daar dus de beste dronepiloten uit. En die mogen dan weer naar de wereldkampioenschap. Dus zo willen we doen. Ja, hey, wat voor drone is dat die jij hier hebt staan? Dat is geen standaard ding, hè? Ja, dit is een Vortex 150 van Immersion. Ja, het is gewoon een kleine drone. Die je dus bestuurt met een remote. En je hebt een bril op. En met die bril zie je wat die drone ziet door de camera. Ja. En daarmee ga je een parcours langs. En dat gaat super hard. En het is heel leuk, want het brengt de virtuele wereld naar de echte wereld. Dus het is een soort van gamen, maar dan ben je toch buiten. Ja. Dus de wereld is je playground. Dus je kan overal heen waar je wilt, waar je maar een parkje ziet, waar je leuk rond kan vliegen. En dan kan het met een race eraan. Ja, en hoe ben jij hierbij betrokken geraakt? Ben jij professioneel of ben je amateur? Ik doe dit sinds kort als beroep. En ik ben erbij betrokken geraakt door vliegtuigen. Dus iedereen kent wel die vliegtuigen waar je naar kijkt, zo in de lucht en die je een beetje controlt. Nou, dat deed ik 3-4 jaar geleden. En toen wou ik eigenlijk door de bossen heen en toen ging ik op YouTube kijken en hoe kan je dat doen nou met een race drone. En dat was toen net uit en toen alles verkocht wat ik kon verkopen om het te financieren en no turning back. En sindsdien ben ik alleen maar aan het racen. Ja. Superleuk. Was je ook in de arena? Ja, ik was aan het hosten het event. Ik presenteer het event. Hij was heel goed ook. Geweldig. Hartstikke mooi. Ja, hey, maar dit is zo'n race drone. Hoe hard gaat zo'n ding? Nou, ze gaan gemiddeld 150 km per uur. Jezus, En je moet gewoon een hele snelle reactievermogen hebben om het bij te kunnen houden. En er zijn goede piloten wereldwijd. Dus je hebt de Engelsen, Polen, Spanjaarden. En die komen er allemaal samen, zoals Jan zei, in het Amsterdam Arena. Dat was pas een supergroot event en dat is heel vet. Nou is de Nederlandse wetgeving heel streng. Je mag niet vliegen in de buurt van mensen, niet over mensen heen, niet binnen, dat mag allemaal niet. Dus ik zou je willen vragen om eens even met dat ding hier zo kun je eens wat laten zien? Ja. Ik heb het net gedaan. De deur staat open, misschien kun je nog naar buiten. Ja, we hebben hier een schermpje. Ja, die kunnen we aanzetten en dan krijg je een live beeld van wat die drone ziet. Dat mag jij zo even hier neerzetten voor de camera. Ik heb hier een flesje. Jij doet je bril op. Ja, ik doe mijn afstandsbediening even aan. Dan kunnen we zien wat die drone ziet. Eén moment. Ik zet hem even aan. Oké. Dan gaan we hem. Nu zijn we buiten. Nu zijn we buiten. Jezus, man, kijk uit. Het is donker buiten. Ja, we zien het heel goed. Je vliegt onder dat ding door. We hadden geen circuit nodig gehad in de arena. Dit is Freedom. Ja, vertel er wat bij, of moet je concentreren? Ja, nee, het gaat wel goed. Het is heel moeilijk, want je moet het soort van balanceren. Het is net een bal die je balanceert. Ja. Dus om langzaam te vliegen, dat is het moeilijkst. En als je naar mijn duimen kijkt, die moeten niet trillen, maar die trillen wel een beetje. Oh, hij komt binnen. En om heel langzaam te vliegen is het moeilijk, dus ik doe extra mijn best. Kijken of we hem weer op de tafel kunnen landen. Misschien gaat het lukken, misschien niet. Ik hoop het. Oh. Ja, gaat goed. Gaat goed. Oh, maar toch applaus vind ik. Ja. Hij is er niet van binnen. Ja, mooi man, super. Ja, ja, maar het idee is om er heel hard mee te gaan natuurlijk. En ik wil voorzichtig blijven, dus niet tegen de mensen aan. Maar het is gewoon een hele verslavende sport. Want ja, je kan het zoals gezegd overal doen. En die trekbouwers maken hele gave treks met hoepels, met ledlampen. En bij een normale race, bijvoorbeeld Formula racen met van die auto's, die gaan links en rechts. Dat is één wat je kan doen. Met een drone kan je nog omhoog. Dus het is echt 3D. Dus die tracks kan je zo gek maken als je maar wilt. Met hoepels en rare dingen in de lucht en lampen. En... Is het niet jammer dat je buiten in Amsterdam helemaal niets meer mag?
Nee, want het is wel een beetje logisch. Als er mensen zijn, is het best wel gevaarlijk. Ja, het is levensgevaarlijk. Maar als je een parkje afsluit en je zet wat pionnen neer en je zet een parcoursje op en mensen blijven dan wel uit de buurt en dan kan je het wel echt laten zien. Ja. Ik denk dat het wel echt de toekomst is. Dat we over 5 jaar, net als kids vroeger gingen skateboarden en dat dat helemaal groot werd, dat dit soort van technologie gaat vooruit. Dit is de toekomstsport, denk ik. Ja. Geloof ik. Ik vind het toch wel een opmerkelijke overgang, Jan, van video, MCN's, YouTube. Nee, dat weet je wat het is? Die drones maak je filmpjes mee. En die filmpjes die kun je dan ook weer verspreiden. En dat is je maakt beelden die je normaal niet maakt. Ook niet met een GPS-drone. Dus je hebt van die normale drones waar iedereen mee filmt. De DJI. Ja, die heb ik. Nou, de Mavic Pro, hè? Ja, die zijn heel statisch. Dus die beelden zijn heel recht. Het is allemaal heel statisch. Ja. En met deze kan je alle kanten drinken. Op. Ja. Het is gewoon... Crazy. Jan, maar je hebt, het is mooi, ik zou, in het verlengde hiervan zou ik zeggen, die e-sports is ook een belangrijke trend in de ontwikkeling. Doe je daar ook wat mee? Nee. Waarom niet? Omdat het heel erg groot is, dus het heeft weinig zin om daarin te investeren. B, onze moeder, Modern Times Group, heeft daar al een aantal grote investeringen gedaan. En ik vind het zelf, vind ik geen bal aan. Dat is ook op zich ook wel een goede reden. Hey, want zeg, de laatste keer dat ik bij jou was, was je bezig met een kattenkanaal. Want dat vind je wel wat aan. Ja. Hoe is het daarmee gegaan? Ja, dat is klaar. Ja? Dat heet Katopia. Ja. Katopia.tv. Ja, okay. Is uitermate geschikt voor oudere vrouwen die thuis zitten en niks te doen hebben. Ja. Of hotels, noem maar op. Ja. Hey, maar het zijn allemaal voorbeelden. En het is wel een goede vraag, Roland. Waarom nou in één keer drone racen? En eigenlijk maken we gewoon de volgende stap. Dus... Eén ding weten we zeker, van adverteren moeten we het niet hebben, van adverteerders wel. En dat zijn twee heel grote verschillen. En die willen zich verbinden aan dit soort events, aan dit soort... Exact. Dus we hadden 120 potentiële sponsoren, broadcasters, et cetera, op het event, die alleen maar kwamen om te kijken van, wat kan ik hier nou mee? Is dit iets? Nou, je ziet bij e-sports dat het ook nieuw is. Het is nu in Azië al een Olympische sport aan het worden bij de volgende Games. Het is alleen enorm groot, 128 miljard gaat erin om, heb ik begrepen, dit jaar. Wereldwijd. Nou, in drones worden er al voor miljarden aan consumentenspullen verkocht. Ja. Want jij hebt ook zo'n ding. €1200, nou, huppelakee. Ja. Gemiddelde amateur die geeft zo'n 2.000 euro per jaar uit aan dat soort spullen. Dus het is een gigantische markt. Ja. Maar niet als er geen echte sport in opkomst. Dus niet als we echt een goede piloot, als we helden krijgen. En die helden krijgen followers en die followers hebben weer fans. En zo bouw je een sport vanaf de grond op. Eredivisie voetbal zat er in 57 ook heel anders voor. En dat geldt hier ook voor. Wat onze taak is in feite herkennen wat talenten en wat helden zijn. Die ontwikkelen en daar goede dingen mee doen. Maar alleen moet het niet meer met simpel adverteren en een bannertje plakken. Dat werkt niet meer. Het moet integrated marketing zijn. En een brand moet er echt iets mee kunnen. Het publiek wat we trekken, 50.000 jongeren in een stadion, dat is de value uiteindelijk. En die kijken geen televisie meer, dus... Nou, dan wordt er heel vaak gezegd, weet je wel, bij bedrijven zoals jij het hebt, focus. Het gaat allemaal om focus. Ja. Je bent echt aan het diversificeren. Ik focus me kapot. Ja, ik moet het ook weer uitleggen. Ja, nee, maar het is... Want je hebt je bedrijf in de zomer van 2015 verkocht aan MTG, een Zweedse partij. Ja, wat vonden die daarvan? Niet te verwarren met TMG. Nee, MTG is het. Dus TMG, maar wat vonden die daarvan? Vonden die dat gelijk... Van een drone race, bedoel logisch? Je? Nou, ten eerste hebben zij ons gekocht, dus zijn ze er zelf enorm aan het diversificeren. Maar uiteindelijk gaat het maar om één ding. En dat is het bij elkaar brengen van een brand en een kijker. Dat is ons sleutel. Alle uitgevers die hier zitten doen maar één ding, is twee partijen bij elkaar brengen. Of het nou VN is of WPK. Dat is wat we allemaal doen. We doen het allemaal op een andere manier. En wij doen alles rondom video. Ja. Nou, dat is ook natuurlijk het mooiste medium. Tekst wordt ouderwets, maar in video moet je wel wat laten zien. En ik geloof heel erg in individuele talenten, omdat die niet kopieerbaar zijn. Bijna alles is kopieerbaar. Het hele NOS Journaal wordt al 20 jaar gekopieerd en het staat nog steeds naast elkaar en het wordt nog steeds allebei gemaakt. Totale onzin natuurlijk, want één is genoeg. Dan zie je bij elke persconferentie staan er 10 mensen naast elkaar, dat vinden allemaal hetzelfde. Het is flauwekul, het kost alleen maar een heleboel geld. Dus, en er is geen Gen Z en geen millennial meer die ernaar wil kijken. Want het differentieert niet en het is niet uniek en het is niet anders. Ik geloof heel erg dat we unieke verhalen moeten brengen. Untold stories noemen we ze ook. Daarom dat ik 3000 mensen in de wereld rond heb lopen die daarnaar op zoek gaan. Maar ik heb een enorm kapitaal aan dit soort mensen wereldwijd. In honderden talen
die allemaal dit soort dingen doen. En heel divers. We hebben samen met Fremantle een boyband samengesteld, Continuum geheten. Oh, ja, dat is heel wat anders. Ja. Van vier jongens die heel goed covernummers kunnen zingen, maar nu samen een band vormen, maar elkaar nog nooit hebben ontmoet. Dus we brengen dat digitaal samen. Hebben al een paar honderdduizend fans. Ja, en de rode draad is gewoon dat jij nieuwe manieren zoekt. Precies. Om jonge mensen aan je te bidden, waardoor jouw adverteerders daar iets mee kunnen. Ja. Exact. En wij maken hier ook vervolgverhalen, dus we kunnen niet helemaal laten passeren dat je even een update moet geven waar je staat. Jij verkocht 2 jaar geleden, dat heb je hier toen ook verteld, je bedrijf, meen ik voor 51% aan die Zweedse, ja. Niet TMG, maar MTG. De afspraak was dat je 4 jaar moest blijven. Daar zijn er 2 van om. Maar als ik de passie hoor waarmee jij over de nieuwe dingen spreekt, dan vind je dat helemaal niet erg dat je moest blijven? Of, Ik vind niet erg, nee, ik vind het helemaal niet erg om te blijven. Het moet nog 1,5 jaar. Ja. Of het mag nog 1,5 jaar. Ik vind wel, ik heb bij TMG ook al 1,5 jaar rondgelopen in een corporate. En dat doe ik nu weer. En dat is ook wel de laatste keer, want het valt me van gemeter. Nee? Nee. Wat gaat daar dan fout? Jan Riemens in een corporate omgeving? Nou, je denkt dat je met een mediabedrijf van doen hebt, maar het blijkt een accountantsfirma. Firma. Ja. Ik denk dat ze bij PwC minder accountants rond hebben lopen dan bij MTG. En dat is... Dat bederft wel heel veel van de firma. Je bent je vrijheid een beetje kwijt. Nee, dat niet, want ik blijf natuurlijk gewoon de baas van het bedrijf en ik kan in principe doen en laten wat ik wil. Alleen de creativiteit aan de andere kant is er niet en dat vind ik heel erg jammer. Dus ik zou eigenlijk liever wel veel minder het bedrijf leiden, want het bedrijf wordt ook steeds groter. Hè? We lopen er tegen de 300 man. Van Brazilië tot China is ook heel erg lastig te managen. Ja. Zeker met al die andere culturen. En de uren van de dag van de dag is lastig. Ja. En leven bellen. En zo. Dus dat vind ik wel steeds zwaarder worden. Dan denk ik van, nou, ik bedoel nu 17 jaar. Dat hele operationele. En wij hebben dus geen HR-afdeling. Dat is een ding van mij. Dat ik doe wel heel veel aan HR, maar geen HR-afdeling. Want dat is alleen maar, zeg altijd, een manier om dingen af te schuiven. Maar het is wel super belangrijk dat je, dat je op niveau mensen aanneemt. Die je bedrijf verder kunnen helpen. En dat mis ik. Dat mis ik in Nederland. Ik mis de drive onder de Nederlanders om groot te worden. Ik mis het grote denken. Ik moet tegen partijen als Vice en zo aan concurreren. Ja, dat kunnen Nederlanders niet. We hebben niet dat hoofd. En elke keer als je in Californië bent, dan kom je echt gewoon, weet je, kom je zo weer terug. Super charged. En dan mag je in Nederland weer... Ja, Nederlands gaan doen. Daar heb ik last mee. Ik ben innovator, dus ik wil altijd nieuwe dingen doen. Vandaar dit. Ja. Dus ik ben wel ambivalent in mijn rol op dit moment. Ik vind het hartstikke leuk om je te zitten te vertellen. Je blufte 2 jaar geleden ook een beetje van dat je zei, nou, want je had dan earn-out, hè, ook over 4 jaar. Dus wat je nog presteert de komende periode, heeft gewoon direct impact op jouw portemonnee. Absoluut. Toen zei ik, ja, als we goed doorgroeien, dan is mijn bedrijf 250 miljard waard. Ja. Ga je dat halen? 400 miljoen zelfs. Dat weet ik niet, want dat hangt er nog de komende deze 2 jaar af. Maar ben je goed op weg? We zijn zeker goed op weg, maar ik vind 1 keer rijk en 2 keer rijk is net zo rijk. Hè? Dat maakt weinig uit. Dus de drive om dat te bereiken is gewoon minder. Ik vind het veel leuker om van de Drone Racing World Series een succes te maken, dan om een paar miljoen meer voor de aandeelhouders te verdienen. Ja. En op dat opzicht zit er natuurlijk wel een eind aan mijn termijn. Ja. En als je zo gaat denken, dan moet je wel... Moeten we het ook nog over al die kortige dingen hebben? Al die niet, mensen hoor, want, die boos op je zijn? Nee, laat het maar niet doen, hè? Nee, ik ben er genoeg. Jij bent niet meer boos op me trouwens. Hè? Dat is dat. Ben ik dat ooit geweest? Ja, dat dacht ik wel, ja, maar dat valt wel mee. Oké, nou, daar kunnen we straks nog even over hebben. Want we zouden het in 3 kwartier doen, Stekel. En we zijn inmiddels al over het uur heen. Dus we kunnen natuurlijk de camera's aan laten staan, de microfoons aan laten staan, dat jullie eventjes verder kunnen vechten. Nou, dat vinden mensen misschien wel leuk. Dat is altijd leuk. Hey, jij ontzettend bedankt. Indrukwekkend wat je doet. En we gaan deze sport op de voet volgen. Ik denk dat we in december weer een wedstrijd gaan organiseren. Heel leuk. Heel leuk. In Nederland weer. In Nederland, in de arena. Ja. Dus als de kaartjes verkoop online komt, dan nodig iedereen uit om te komen kijken en te ondersteunen. Weten. Want dat kunnen jongens goed gebruiken. Oké, super. Hartstikke mooi. Dankjewel. Even kijken hoor. We bedanken zoals altijd Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je live iedere dinsdagavond kunt meekijken. Ja, we bedanken natuurlijk Salto ook sinds kort. Ja. Ook mooi dat we alle distributiemogelijkheden aangrijpen. PQR, het bedrijf dat voor de hosting zorgt. Bier & Co. voor de biertjes. Steken, wat heb je vandaag? Ik heb een Brooklyn.
Lager. Heerlijk. En dat is goed, hè? Ja, sinds ze weer aan de lager zitten, doe jij weer mee met de biertjes van hier en co. Hè? Ja, yep. Hartstikke goed, man. En natuurlijk Freedom Lab, van waaruit we uitzenden. En wat ik ook eventjes moet zeggen, steken, want we hadden hiervoor natuurlijk goede mediabedrijven erbij, waar mensen ook met abonnementen, et cetera, werken. Ja, zoals je hier om je heen kunt zien, dan zie je misschien niet als je thuis bent, maar er komt natuurlijk toch wel het een en ander kijken bij zo'n uitzending. We hebben een behoorlijke groep mensen die ons steunt, die FMT-member is. Wil je dit soort media mogelijk blijven maken? Nou ja, weet je, dan meld je dan ook aan. Helpt ons weer de zomer en de winter door. En dan nog één ding, omdat het de 500ste is. Mensen zien ons altijd in beeld, maar zonder Martinus daar achter de mengtafel. Johan, die de gasten altijd regelt. Willem-Jan, die er ook altijd is om iedereen te ondersteunen. En Guido van Nispen, die de foto's maakt. En dan vergeet ik er vast nog een paar, zou dit ook allemaal niet kunnen. Dus die wil ik heel graag ook even bedanken. Hartstikke goed. Jullie bedankt dat je hier zijn. En dan kunnen we nu weer gaan drinken. Oké, dag.